Vanaf de nieuwe wijk Hof van Nijmegen tot aan de Van Apelternweg is geen voetpad. Daardoor moeten voetgangers over het fietspad lopen. Buurtbewoner Okke-Jan Oosterhof loopt regelmatig over dat pad en ziet vooral tijdens spitsuren gevaarlijke situaties ontstaan. Nou, toevallig vorige week zelf meegemaakt. Ik loop hier het trottoir, de fietspad op en dan komt een fietser aan met een e-bike die redelijk hard rijdt. Ziet mij niet, moet in één keer uitwijken en rijdt zo hier de berm in waar een aantal geulen zijn door de bouw en gaat plat. Nu Hof van Nijmegen in aanbouw is, is het volgens Oosterhof extra belangrijk dat er zo snel mogelijk een stoep komt. Nou, omdat hier een paar honderd meter verderop, als je doorloopt, daar het winkelcentrum Meijhorst ligt. En er komen een paar honderd nieuwe mensen hier, ja, die gaan allemaal fietsend of wandelend, gaan ze die kant op. En als je ook zo meteen naar rechts kijkt, dan zie je daar een mooi bosje met een skateveldje voor kinderen. Daar wordt allemaal gespeeld en die moeten allemaal steeds over dit trottoir. Dus het wordt steeds drukker. En gevaarlijk. In 2005 en 2010 gaven buurtbewoners ook al aan dat er een voetgangerspad langs het Steve Biko-plein moet komen. Oosterhof is onlangs opnieuw met het plan naar de gemeente gegaan. Ja, we hebben een aantal weken geleden heb ik een goed idee, hè? Dat kan bij de gemeente ingediend. En daar heb ik een reactie op gehad en daar kwam uit voort dat er ze geen voornemens hebben hier om het trottoir te verlengen. Jammer genoeg. Waarom hebben ze dat niet? Weet u dat? Nee, ik heb geen idee. Dat heb ik gisteren ook nog een mailtje aangewaagd van waarom dan niet. Maar tot op heden nog geen antwoord. De gemeente laat ook aan RN7 weten geen plannen te hebben iets aan de situatie te doen. Oosterhof heeft nog wel een advies voor de gemeente. Nou, eerst plaats vind ik de gemiste kans nu alles net helemaal open gelegen heeft om niet even dat korte trottoir aan te leggen. En ik denk dat ze dat zometeen wel moeten gaan doen. Want het gaat een keer fout. Daar kunnen we op wachten.